100 auto's op de Scheveningse boulevard, dat is een normaal verschijnsel. Maar 100 koetswerken is iets anders. De knak had ze bijeen weten te brengen voor een concours waarin de auto's gekeurd werden op constructie, afwerking, lijn en comfort. De kleinste auto van Italiaanse makelij is de eerste die zich van de deur laat sturen. Voor de liefhebbers waren er voorts juweeltjes van combinatiewagens te zien. Enkele Amerikaanse auto's vielen niet alleen op door hun lijn, maar ook door nieuwe praktische vindingen die het leven in zo'n slee veraangenamen. Een Italiaans geval als dit ging er bij het publiek ook wel in. Veel aandacht bestond er voor een van de duurdere Duitse auto's, waarvan de twee portieren niet zijwaarts opengaan, maar omhoog geklapt worden. Wat op nauwe parkeerplaatsen aparte mogelijkheden schijnt te bieden.